Hallo jongens en meisjes van Winterswijk. Wat fijn dat jullie weer kijken. Ik hoop dat jullie gisteren ook hebben gekeken. Want het was toch een gedoe allemaal. Sinterklaas aan de lijn. De burgemeester die kwijt is. De bode die het allemaal niet weet. De slaapkamer die nog niet klaar is. En maar zoeken naar de burgemeester. Jongens. Wat een gedoe. Maar vandaag heb ik een briefje gekregen waarin staat dat we naar het stadskantoor moeten. Dat de burgemeester daar waarschijnlijk is. Dus we gaan daar eens even kijken. Gaan jullie mee? Nou, eens even kijken op het gemeentekantoor of ik daar de burgemeester kan vinden. Wat een gedoe zeg, echt. Ook dicht. Nou, weet je wat we doen? We gaan even kijken of we dan misschien via de andere kant in kunnen. Ik weet het ook inmiddels niet meer hoor. Nou. Even alle deuren proberen. Ook dicht. Eentje open, kom. Nou, we zijn in ieder geval binnen. Dan ga ik maar even naar de receptie. Kijken of, daar, of, ze weten of, waar, of zij weten waar de burgemeester is. Dag meneer Hugo. Ik ben op zoek naar de burgemeester. Wat? Ik ben op zoek naar de burgemeester. Kun je mij vertellen waar de burgemeester is? Waar bent u nou op zoek? Naar de burgemeester. Mevrouw Helder. Alsjeblieft. Ik probeer even met Marion te praten. Ja, sorry. Sorry. Wat zei u nu net? Ik ben op zoek naar de burgemeester. Weet u of die hier is? Ik ga even voor u kijken. Receptioniste, kunt u heel even bellen met kijken of Fietje boven is? Voor mij? Kunt u heel even bellen of Fietje boven is? Ja, ik heb wel haast, hè? Ja, rustig aan. Ik ben de hele dag al aan het zoeken. Heeft u er al aan de lijn, receptioniste? Helaas nog niet. Er wordt nog niet opgenomen. Met de receptie. Nou ja. Is Fietje toevallig boven? Nou, dan krijgen we zo antwoord. Ze zal er wel zijn volgens mij. Jullie mogen naar boven. Ja? Oh, mooi. Nou, helemaal goed. Loop ik even met u mee? Ik was hier wel klaar mee. Oké. Ik ga met u mee. Ik loop even om. Prima. Ik wacht daar even op u. Marion, kom maar deze kant op. Oké. Ik was even omheen gelopen. Ik was je pas doorgegaan. Ik kom eraan. Ah, oh, nou. Techniek staat voor niks. Dank u, meneer Hugo. God, heb je de mens ook weer. Dag mevrouw Marion. Dag mevrouw Helder. Nou, let even niet op en... Nou, Marion. Dank u wel, meneer Hugo. Zo, en dan helemaal naar achteren en dan komen we bij de burgemeester. Oké. Oh ja, lieve kinderen, misschien wisten jullie het nog niet, maar dit is natuurlijk de kamer van de wethouder. En hier hebben we natuurlijk de kamer van wethouder van mevrouw Schepers, zoals jullie kunnen zien. Dus ja, heel veel deuren. Kijk maar even in de gang. Dus dit is allemaal wel bijzonder, hè? Even een kijkje in het gemeentehuis. Nou, kom Marion, we gaan snel door naar de kamer van de burgemeester. Kijk, hier is de kamer van de burgemeester. Yes. Nou, gaan we even kijken of die er is. Ja. Goedemorgen. Ach, goedemorgen. Kijk eens wie ik mee heb gebracht. Dag. Dag mevrouw Fietje. Nou. Wat gezellig om u te zien. Ja. Zeg, luister eens. Ik ben op zoek naar de burgemeester. Weet u waar die is? Nee.
fout, die is met pauze. Je kunt hem niet storen. Nee, dat gaat echt niet. En nu dan? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, maar we hebben echt de burgemeester nodig. Hij is gewoon even met pauze. En hoe lang duurt de pauze? Nou, meestal zo'n 3,5 uur. 3,5 uur. Pauze 3,5 uur. Ach nee, uurtje. Hé, hier liggen allemaal boeken. Ja, tuurlijk liggen hier boeken. Daar liggen toch de boeken van de molens? Ik zie het. Jeetje, het is wel een heel bekende molen deze. Kent u die ook? Ja, tuurlijk ken ik die molen. Maar goed, we weten nog steeds niet waar de burgemeester is. Mevrouw Marion. Wat zingt nou mevrouw Helderder de hele tijd? Ja, die zingt heel veel. En heel daar vals. Bij die molen. Weet u wat? Maar welke molen? Ik regel het vervoer. Kom. Ja, oké. Okay. Dag mevrouw Fietje. Dag. Tot de volgende keer. Dag. Dames weer eerst. Dank u wel. Kom. Tempo er even in, hè. Fijn, we hebben hem gevonden. Kom, we gaan. Weet u wat? Ik haal de buggy vast voor u. Dat is helemaal goed. Ik loop wel 8 uur aan. Mevrouw Marion. Ja, hier. Hé, ik herken u ergens van. Dat kan. Je moet bij de Bataafse molen zijn. De Bataafse molen. Dank u wel. We gaan daar zoeken. Dag meneer. Mevrouw Marion? Ja. Ik weet waar we naartoe moeten. We moeten naar de Bataafse molen. Ja, tuurlijk moeten we naar de Bataafse molen. Hoe weet hij dat nou weer? Hallo jongens en meisjes. Goh, wat een toestanden toch allemaal weer, zeg. En nog steeds de burgemeester niet gevonden. Dat vind ik wel echt heel erg gek waar de burgemeester is. Maar wat we wel hebben gekregen, is wel dat we een aanwijzing hebben. Dat we naar een molen moeten. Dus ja, daar gaan we dan maar eventjes morgen even naar kijken of we dat kunnen regelen. Ondertussen hebben we weer contact gehad met Sinterklaas, want we hebben nog twee vragen van kinderen. We hebben een vraag van Bo en we hebben een vraag van nog een keer Jente. Jente wil wel heel veel weten, maar goed. We gaan over naar Sinterklaas. Dag Sinterklaas, wat fijn om u weer te spreken. Dag Marion, wat leuk om jou ook weer te spreken. Gaat het nu wel goed op de boot? Ja, er waren een paar stroebelingen, maar je weet, Sinterklaas zegt, altijd komt alles goed. Dus dan ga ik ook niet meer lastigvallen. Ik heb nog twee vragen van kinderen. Zou u die kunnen beantwoorden? Ja, maar natuurlijk. Ja, nou, dat is hartstikke fijn. Dat gaat helemaal goed, kom op, Marion. Heeft u altijd al Sinterklaas willen worden? Of eerst ook wat anders als piloot of kapper? Nee, Sinterklaas word je niet, hè. Dat ben ik eenmaal, ja. Ik heb wel eens over nagedacht over de kapper. En daar doe ik ook wel mee, want daarom doe ik altijd zorgen dat mijn haren in de krul blijven. Dat doe ik allemaal zelf. Hoi Sinterklaas, ik had een vraagje voor je. Mijn moeder die is Nederlands en mijn vader is Engels. Ik vroeg me altijd af, waarom kom je niet naar Engeland? Want dat vind ik best wel zielig voor mijn opa en oma. Nee, maar dat is heel makkelijk. Amerika en Oosterstel hebben een afwijking naar rechts. Nou, gezien ze in Engeland alles links lopen, komt dat in de problemen. Dat willen we natuurlijk niet, hè. Nu gaat er een gerucht dat u een onderbroek aan heeft met roze hartjes. Is dat echt? Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ja, ook dat is echt waar. Maar niet door vertellen hoor. Goedenavond, dames en heren, lieve kijkers, lieve kindertjes thuis. Piet R. Storms hier weer met het weerbericht. Je ziet het al, het was een beetje winderig vandaag. Wij hebben op de Pieterschool les gehad. En les gehad in Nederlandse spreekwoorden. Dan zijn Nederlandse spreekwoorden natuurlijk heel anders dan Spaanse spreekwoorden.
In Spanje zeg je bijvoorbeeld, hè, la orangina no cae abajo de la struiki. En in Nederland heet het dan, de appel valt niet ver van de boom. Nou, dat is één van de spreekwoorden. Ik heb van de lerares een onvoldoende gekregen voor één van de spreekwoorden. En die ging over het weer, mijn belangrijkste aandachtspunt. Zij zei namelijk, het spreekwoord luidt, na regen komt zonneschijn. Ik heb gekeken in de digitale Dikke Van Dalen, maar dat is helemaal niet waar. Want na regen komt regent. Dus ik heb haar daarmee geconfronteerd en ik hoop dat mijn cijfer alsnog omhoog zal gaan. Over omhoog gaan gesproken, de temperaturen zullen langzaam een beetje gaan stijgen. De pieten krijgen het vanavond weer wat warmer. Gelukkig maar, morgen zijn we er weer. Hou je taai taai en tot morgen bij het volgende Sinterswijkjournaal.